5 jaar geleden dat we hier ooit mee begonnen zijn met deze bijeenkomsten. En we zijn allemaal begonnen met het idee om bij elkaar te komen, om elkaar te steunen. Want we hebben het allemaal zo druk, we hebben nauwelijks tijd. Elkaar te steunen, elkaar zorgen te delen en tijd te maken om van elkaars overtuigingen te leren. En wat wij als de spiegel van Gods genade graag willen uitstralen is dat iedereen van harte welkom is. Waarom? Doordat we allemaal eens zijn in Jezus Christus. En hopelijk stimuleren wij door onze bijeenkomsten dat mensen gaan groeien in het geloof. God, ik kan het niet zien. Dank u wel. Maar dat is in ieder geval onze hoop. Dat jullie gaan groeien in het geloof in God. Dat is waar we voor staan. Hè? Dat is wat we ook elke keer eigenlijk herhalen als we hier die bijeenkomsten hebben. Dat we dat allemaal graag willen doen. Tja, 5 jaar is lang, maar zoals u gemerkt heeft, degene die wat vaker bij onze dienst komen, hebben we altijd thema's gehad. En in de afgelopen 5 jaar hebben wij tot 3 keer het thema gezondheid gebracht, of onder jullie aandacht gebracht. En de meeste bijeenkomsten hebben we hier in deze ruimte gehouden. 1 keer in Amsterdam-Zuid en 2 keer bij de Great Yamina Hassa, ook in Amsterdam-Zuid. En 3 keer in Duivendrecht hebben we dat gehouden. En wat ik zelf ook een hoogtepunt vind in die afgelopen 5 jaar is dat wij in Indonesië in het jaar 2013 een evangelisatieactie hebben gehouden. En daar hebben we 10 dagen lang een lezing in mogen houden, waar zo'n gemiddeld 300-350 mensen op afkwamen. En aan het einde van de lezing zijn 24 mensen gedoopt, waaronder mijn dochter en mijn schoonvader. Maar goed, we willen ook wel weer in de toekomst gaan kijken. Want wat willen wij nou in de komende 5 jaar gaan doen? Wij willen graag meer bijeenkomsten organiseren. Deels in Hilversum, maar ook deels in Amsterdam. En we willen ook thematisch blijven werken. Maar, boven alles, willen we blijven bidden om de leiding van Gods geest. Zodat wij andere mensen kunnen wijzen op Jezus Christus. Zodat wij met z'n allen mogen uitzien naar die wederkomst van Christus. Dat is waar wij om bidden, dat is waar wij om hopen. Om het samen te doen. Zoals sinds zijn dit de doofvogels onder andere en een paar diensten. Gezondheid is naar voren gekomen. Dit is een dienst in Amsterdam. Ook daar is dit de Sabbatsluiting. Dit is weer, oh, dit is ook in Amsterdam met het koor. Nee. Dit is hier in Hilversum. Ik zie hoe default jonge pit, hè? Dat is gewoon geweldig. En bij heel veel koren de refusie passeren, zoals het mannenkoor. Hier in Hilversum. Veel bidden. En ook de gezondheid die heel onder de aandacht gebracht. Ook de bijdrage van de jongeren ontbrak niet. Dat is Slovis. Hij zit nu achter de knoppen, maar eens kwam hij ook helemaal niet voor. En Mark ook zien we er ook staan. Dat was een korte impressie van de afgelopen 5 jaar. De tijd gaat snel voorbij, wat dat betreft. Maar we zijn blij dat er nog steeds mensen zijn die willen spreken en ook iets willen doen hier op het podium. Kevin en Jane zijn die er ook.